Je mag niet voortrekken. Op maandagochtend was de meester erg zenuwachtig. Meester, waarom bent u zo zenuwachtig? Ik wou het eigenlijk voor me houden, maar er komt een nieuwe leerling in de klas. Dames en heren van groep 7, mag ik uw aandacht? Huh? Bent u de nieuwe leerling? U was toch de directrice? Nee, mijn dochtertje komt vandaag op school. Mag ik u daarvoor een applaus? Trommel! Voor de ingeachte Lieselot! Applaus! Ja, hallo! Wat zijn jullie een leuke klas, maar ik ben het leukste. Oké. Nou, meester, waar kan ze gaan zitten? Daar is nog een plek. En hier? Die plek wil ik! Ga jij maar even daarachter zitten, want ik wil hier zitten. Toch, meester? Neem je spullen mee en vertrek. Hup, hup! Huh? Even de smerige bacteriën voor mijn prins. Dat zou nog wat worden met Lieselor. Het begint al bij de rekenles. Het antwoord is 10. Oh, is het goed? Ja, natuurlijk. Je bent een ster. Supergoed. De meester doet overdreven aardig. Maar als een andere leerling iets fout heeft... 13! We zijn er 3 maanden mee bezig. Sorry meester, maar fouten maken mag toch wel? Lieselor reageert als een echte kattenkop. Ik vind die pen mooi. Geef die maar aan mij. Oh, weet je wat? Nee, die is van mij. Wat doet Lieselor nou? Ja. Het is mijn pen, dus je gaat hem ook lekker... Auw! Robin, na school nablijven en strafwerk schrijven. Ik deed niks. Zij gooide mijn pen weg. Lieselor, wat is er gebeurd? Zij gooide mijn pen weg en ze trok ook nog eens aan mijn haren. Nou, dat klinkt als dubbel strafwerk, Robin. Na school, mijn bureau, hier strafwerk maken. En tijdens het eten gebeurde er helemaal iets bijzonders. Lieselor, heb jij niks te eten bij je? Oh, jawel hoor. Schiet eens op, ik ben al heel lang op jullie aan het wachten. De klasgenoten kunnen niet geloven wat er allemaal gebeurt. Smakelijk eten, mevrouw. Waar blijft mijn toetje? Hier, mevrouw. En nu wegwezen, ik wil eten. Lieselor wordt steeds brutaler. Dit kan toch niet zomaar? En neem nu eens een voorbeeld aan Lieselor. Ze eet tenminste netjes. Ja, maar meester, kijk nou. Ja, ik zie het. Ze is heel netjes. En jij, je hebt je broodtrommel nog niet eens opengemaakt. Eet eens door. Smaakt het? Het broodje mag de volgende keer wat minder taai, want dat is slecht voor mijn tanden. En nu wegwezen. De volgende dag komt er een meneer met een mooie stropdas de klas binnen. Ik snap er niks van. Dan maar een hulp. De meneer reageert op het belletje. Meneer, u komt voor mij, want ik snap de vraag niet. Dan kom ik wel even kijken. Kan ze daar ook over bellen? Oh, dat zal wel een bediende zijn voor Lieselor. Vind je het leuk in deze klas? Ja, weet je. Oh, wat fijn dat de bediende van Lieselor ook andere kinderen helpt. Ik snap nog een vraag niet. Ben jij de enige met een bel in deze klas? Ja, en jij bent mijn bediende. Huh? Nee, ik ben jouw bediende niet. Is dat heel normaal? Ik ben toch de bediende van Lieselor, dan nee. Moet je ook naar luisteren. Nee, ik ben de inspecteur. Nee, ik ben de bediende van Lieselor. Nee, ik ben de inspecteur. En ik wil jou en de directrice na school spreken. Tot ziens! Nu moesten de leraar en directrice op het matje komen bij de schoolinspecteur. Zo, daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan. Nou, waarom zitten we hier? Gaat het over Lieselor? Gaat het echt over mijn Lieselor? Ja, het gaat over jouw Lieselor, ja. Het kan toch niet hoe je daarmee bezig bent? Het gesprek duurt nog een half uur. De leraar en de directrice zijn zwaar onder de indruk van de inspecteur. Begrepen? Ja, begrepen. De volgende dag op school. Hey, meester, waar is Lieselor? Zijn we eindelijk van haar verlost? De meester geeft zijn fouten toe. Maar waar is Lieselor dan? Lieselor, kom maar binnen. Lieselor, fijn dat je er bent. Je wou eens tegen de klas zeggen? Het spijt me dat ik me zo heb gedragen. Dat was niet mijn bedoeling. Denk je dat het nu beter gaat? Sorry jongens en meisjes, kunnen jullie mij vergeven? Ja. De klas vindt het dapper dat Lieselor dit zo durft te zeggen. De meester pinkt een traantje weg.